In deze Indigo Disc DLC video gaan we proberen om Drazen, de Dragon-type Pokémon Elite 4 trainer, te verslaan. Als het lukt, mogen we daarna tegen Kieran. Dus laat in de comments weten welke Pokémon we mee moeten nemen tegen Kieran. Doe een duimpje omhoog en abonneer je als je van Nintendo houdt. Oké, Drazen, nu kom ik naar jou. Dus Drazen die heeft Dragon-type Pokémon. Laten we even kijken welk team we daarvoor mee moeten nemen. Paulisti6744 zegt dat Poliwrath eigenlijk ook wel een goede match is. Als ik hem Ice-type move leer. Heb ik bijvoorbeeld Ice Punch? Ik heb wel Ice Fang. Die kan die niet leren. Ja, Ice Punch. Die moet hij leren. In plaats van Dynamic Punch, want die raakt toch bijna nooit. Oké, nemen we in ieder geval Poliwrath mee. Donphan gaat even terug in de box. En Fairy types zijn natuurlijk wel een goede keuze. We hebben vooral Fairy en Ice nodig. Dus niet de normale Ninetales, maar de Alolan versie bijvoorbeeld. Duraludon natuurlijk ook een goede. Alolan Ninetales, let's go. In plaats van Chandelure, Dugtrio gaat weg. Lucario gaat blijven. Clefable zou ik ook mee moeten nemen, denk ik. Glalie van level 78. Die kunnen we proberen. Zo te zien heb ik geen snoepjes meer. Ik wil eigenlijk wel even Grimmsnarl nog naar een hoger level krijgen. Kijk hem gaan. Shiny Grimmsnarl. Pak ze. Oké, Grimmsnarl is nu level 80. Ik voel me wel comfortabel met dit team hoor. Ja hoor, daar is die. Oh, ik mag gratis. Ik hoef niet te betalen. Ja, dat is wel aardig van je maat. Hij wil gelijk gaan battelen. Hoef ik geen challenge te doen voor jou? Gaan we gewoon gelijk vechten? Aanschouw de grootsheid van de Polar Plaza gevechtsveld. Oh nee, het is gewoon net als alle andere velden. Hij houdt wel van koud weer. Maar ja, dat is wel een beetje gek inderdaad. Want draaktype Pokémon houden helemaal niet van ijs. Dit zijn terrarium-only battles. Ik kan alleen maar Pokémon gebruiken die aan twee dingen voldoen. Ze moeten hier gevangen zijn. En ik moet ze zelf gevangen hebben. Wat? Bro, laat me gewoon met deze Pokémon. Moet ik nou eerst tegen hun vechten? Met terrarium-only battles. Ja, dat is Ninetales. Poliwrath, heb ik die hier gevangen? Nee, volgens mij heb ik dit allemaal niet hier gevangen, joh. Oké, dan. Lekker dit. Oké, ik zet mijn team wel alvast hier klaar. Alleen Ninetales kan ik denk ik gebruiken. Volgens mij Poliwrath ook niet. Oké, ik ben verrast. Misschien Alolan Exeggutor? Ja, Grimmsnarl, maar die is level 64, jongens. Die is veel te zwak. Duraludon, die nemen we dan ook maar mee. Die waren wel sterk. Oeh, ik heb hier nog een level 93 Baxcalibur. Die moet ik eigenlijk ook meenemen. Die is wel heel sterk, trouwens. Die zou nog wel kunnen. Maar niet voor deze trials. Kan wel Metagross meenemen. Dat is een steel type. Is op zich wel handig. En misschien Scissor dan ook maar. Kan ook deze allemaal nog meenemen. Pian Duraludon van level 70. Dat is beter. Nog steeds heb ik niet de goede Pokémon. Ja, lekker dan, jongens. Oké, zo te zien gaat dat om Scissor dan. Ja, dan neem ik mijn level 63 Lapras toch mee. Oeh, die heeft Parasong. Elke Pokémon die dan in de battle is, die gaat gewoon kapot. Na 3 beurten. Dat is op zich wel sick. Maar ja, die is niet zo snel. Ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. Ik heb 2 Pokémon die sowieso te zwak zijn qua level. Ik weet niet welk level zijn Pokémon allemaal zijn, maar... Ik heb eigenlijk al mijn hoop gevestigd op mijn Alolan Ninetales. Rampardos en Bastiodon. Zijn dit Dragon-types? Echt? Ninetales staat gelijk voor Blizzard. Hier, die Bastiodon die heeft tegen deze last van. Dragon Hammer op Rampardos zijn hoofd. Die is weg. Dat is 1. Gekke Bastiodon. Die gaat voor Heavy Slam. Oh man, die maakt mijn Ninetales ook bijna kapot. Hij heeft gelukkig maar 2 Pokémon. Dan ga ik wel voor Dazzling Gleam en Giga Drain. Giga Drain gaat sowieso wel super effective zijn, denk ik, op Bastiodon. Oh, nee, ook niet. Ik dacht dat hij Rock-type was. Is hij Rock Dragon? Wat is hij voor gek type? Niet mijn Ninetales kapot maken, maat. Wat doe je? Al mijn hoop is gevestigd op Ninetales, ja. Kom op, Lapras. Oké, maar de Giga Drain is sowieso genoeg voor Bastiodon. Jeetje, man. Zo zie je maar, hè. Af en toe weten ze je toch weer te verbazen. Oké, trainer nummer 2. Let's go dan. Ik hoop trouwens niet dat ik voor Drayton straks ook dat op deze manier moet gaan doen. Want dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal. Dan moet ik eerst even al mijn Pokémon gaan levelen, hoor, jongens. Hallo, Winter. Dit is Winter de Student. En Winter de Student heeft Dewgong en Sandslash. Oké? Jullie hebben helemaal geen Dragon-types. Wat is dit? Oké, we gaan eerst die Dewgong pakken samen. Let's go. Oh, Dewgong gaat voor Ice Beam op Exeggutor. Die is 4 keer super effective. Ja, die is 4 keer super effective. Zowel op Dragon-type als op Grass-type. Sandslash gaat voor Icicle Crash. Nou, dat zal hopelijk niet al te veel doen. Oké, wat gaan we doen? Ik denk dat ik voor Metagross ga. Let's go. Ja, Ninetales, die doet niet zo gek veel, hoor. Maar... Hoppakee, Metrodos die kan het wel afmaken bij die Dewgong. Wat ze flats. Dewgongetje weg. Oh my god, hij gaat voor IJzerhoofd. Ja, Ninetales heeft het wel zwaar hoor. Die heeft het oprecht zwaar.
Zou die het deze keer wel overleven? Of is Metagross nu ook te langzaam? Oh my god. Wordt mijn Ninetales weer gesloopt? En ik... Mijn Ninetales moet het straks wel een beetje gaan doen ook in die andere battle. Ik weet niet. Ninetales wordt gewoon kapot gemaakt, jongens. En oh my god. Metagross mist ook nog even zijn aanval. Om het even nog spannender te maken. Ja, gaat top dit. Top voorbereiding. Met zijn gekke regels allemaal, die Drayton. Gaat hij opeens gek lopen doen, jongen. Hier. Flash Cannon. Op je bakkes. Oké, dat is nummer 2. Ga je nou sarcastisch staan klappen, jij? Ja, ik snap het eigenlijk ook wel. Als je 2 van mijn Pokémon hebt gesloopt met 2 Pokémon, dan heb ik dat niet heel goed gedaan. Oké, nummer 3. Wat heb jij dan weer voor gekke Pokémon? Heb jij ook dan Ice-types? Oh, jij hebt Electric-types waarschijnlijk. Oh, dat waren de hints. Ze praten zo in de vorm van hints, zodat ik me op voor kan bereiden. Kijk, ik had hier natuurlijk even Ductrio mee moeten nemen. Alolan Ductrio. Hij heeft Electric-type Pokémon. Kijk maar. Substrika en Magnezone. Ja, oké. Bij de derde snap ik opeens hoe dit werkt. Flame Charge, lekker dit. Oh, mijn Ninetales die pakt die best wel goed op. Dragon Hammer. Hotsiflots. Ja, dit is top, dit is top. Hartstikke idee. Wat ga jij doen? Ik heb niet gekeken wat dat was. Nou, alles wat ik heb is not very effective op Magnezone. Letterlijk alles wat ik heb. Alleen Metagross heeft Hammer Arm. Zal ik even Metagross dan weer gaan pakken? Daar is hij weer. Kijk, deze Ice Beam gaat waarschijnlijk bijna niks doen. Thunderbolt! Ik viel me nog mee met die Ice Beam. Maar die Hammer Arm van Metagross moet het even afmaken. Let's go! Hammer Arm! Bam! Lekker. Oké, dit hebben we weer gefixt. Dat was even een verrassing. Dit Drayton kwam met één gekke actie. Bedankt, maat, voor deze test. En dat mijn Ninetales nog 1 level omhoog mocht. Oké. Dus dit hebben we gefixt. Drayton, nu gaan we wel gewoon normale battles doen, toch? De Elite Trio is gefixt. Maar ik wil gewoon op een normale manier met Pokémon die ik kies tegen jou battelen. Oké, iedereen moet weer opzouten. Ja, maar Drayton, jij denkt nu echt dat ik nu gelijk ga battelen? Dat ik er gelijk klaar voor ben? Bro, ik moet even mijn team aanpassen, maat. Oh, hij zegt dat gelukkig ook. Neem even een seconde om je team te veranderen. Ja, dat lijkt me inderdaad wel een goede keuze. Oké, dus deze 5... gaan plaatsmaken voor deze 5. Maar ik heb ook nog Baxcalibur eventueel. Die is level 93. Is dat eerlijk? Ik denk dat die een beetje te sterk is. Dat niet meer leuk is. Dus ik ga dan denk ik voor deze. En dan begin ik met 2 snelle Pokémon. Ninetales is blijkbaar heel snel. 202 op speed. En ik wil eigenlijk ook met een Fairy type beginnen. Misschien begin ik dan toch even met Clefable. En Clefable die wil ik eigenlijk eerst elke keer een move geven. Waarmee ze haar defense en special defense gewoon omhoog brengt. En die knijter hoog brengen. En dan hopelijk... wordt Clefable gewoon nooit verslagen. Oké, Drayton. Je hebt de hele tijd meelopen kijken. Ik ben benieuwd waar jij mee komt. Met welke Dragon-type Pokémon. Hij zegt, het moet jou lukken. Je moet ook langs mij komen. Maar ik ga wel gewoon mijn best doen om jou te verslaan. Is goed, man. Let's go, Drayton. Laten we beginnen. Ja, het is altijd heftig, man. Tegen Dragon-type Pokémon vechten is vaak moeilijk. Ja, maar misschien valt het mee. Ik ben heel erg benieuwd. Waar begin je mee? Met... Dragonite en Flygon. Ik denk serieus 1 Blizzard op hun hoofd en het is klaar. Ik hoop dat mijn Blizzard gewoon raakt. Dat is altijd een beetje de vraag als je Blizzard gebruikt. Maar als die raakt, dan is het denk ik klaar voor hun. Kijk, en dan wil ik dus Cosmic Power een paar keer gaan gebruiken op Clefable. Zodat Clefable het gewoon allemaal een beetje kan overleven. Dragonite gaat voor Extreme Speed. Oké. Dit is waarschijnlijk een move die altijd als eerste hit. Stonehenge! Nee, mijn Ninetales! Hij heeft dus nog snellere Pokémon dan ik. En dit is heel naar, jongens. Oké, Glalie heeft ook Blizzard. Dan hoop ik maar dat Glalie niet in één keer gesloopt wordt. Flygon gaat voor Earthquake. Kan die Glalie ook raken? Oh my god, die raakt ook Glalie. En Clefable is ook kapot. Oh my god. Oké, we hebben even een andere aanpak nodig, denk ik. Dit werkt niet. Ik moet ook even items geven aan mijn Pokémon. Oh, what? What? Lekker! Ja! Ja! Die Blizzard, die raakt wel hard. Maar die Blizzard, die raakt de Dragonite niet zo, omdat hij net een berry had gegeten die daarop anticipeert. Oké. Dragonite gaat voor ijsspinnen. Dan kom op, dat moeten we kunnen overleven. Heel goed, Glalie. Oké, ik ga nu voor Poliwrath. Poliwrath is mijn hoogste level Pokémon. Ik denk dat ik Hexerus eerst maar eens uit moet schakelen. Ik wil Glalie even healen, want blijkbaar kan die ook wel een hitje pakken. Oh, het begin, dat ging niet zo lekker hoor. Mijn strijdplan, dat lukte niet. Hij heeft supersnelle Pokémon. Dit is zo naar. Al zijn Pokémon zijn kapot snel. Dat is het grote probleem. Ze zijn veel te snel voor mij. Kijk, dit pakt ook gewoon bijna geen damage, joh. Oké, Lucario, we gaan vechten. Ik wil wel mijn Pokémon reviven. Ik wil wel mijn Glalie eigenlijk en mijn Ninetales terug hebben, man. Ik vind het niet oké. Oké, Hexerus gaat weer voor Earthquake. Nee, man. Had ik kunnen weten op Lucario natuurlijk. Lucario gaat voor Ice Punch. Oh, Hexerus heeft 1 HP over.
Oh, nee. Ik ben wel inmiddels sneller dan Dragonite, maar niet sneller dan Exorus. Oké, ik denk dat ik dit rondje even op moet geven. Ik heb 2 Pokémon gemax revived. Lucario en Poliwag gaan er allebei aan. Eigenlijk vind ik dit niet oké, hoe dit gaat. Oh, wow, Poliwag overleeft het? Ik wil gewoon eigenlijk dat mijn Blizzard raakt. Dat is het hele ding. Daar wil ik mijn best voor doen. Godverdorie. Oké, dan gaan we Poliwag even healen. En dan ga ik weer gokken op een Blizzard dat hij raakt. Alsjeblieft, wees een beetje snel. Wees een beetje snel, Ninetales. Ninetales kan helemaal niks hebben, man. Ninetales is waardeloos in deze battle. Wat de henk. Dat verwacht je toch niet? Oké, let's go Fairy Pokémon dan. Kom op, Clefable. Nu moet het maar even klaar zijn. Exodus. Ah, lekker. Die missen aanval. Op Clefable in ieder geval. Poliwag gaat voor Dragon... Of voor Thunder Punch, oké? Poliwag is wel lekker bezig. Oké, die fixt Hexerus. Die maakt Hexerus kapot. Ik had een Draining Kiss gepland staan voor Clefable. Ik denk, ja, als die wordt gehit, dan kan ik in ieder geval daar mijn HP van terugkrijgen. Oeh, nee, Sceptile. Oké, dat is wel een beetje het einde, denk ik, van Poliwag. Nu staan er 2 tegenover die super effective moves hebben op Poliwag. Dus die ga ik even opgeven, denk ik. Kijk, daar gaat hij, denk ik, al. Ja, Leaf Storm. Oké, special attack van Sceptile is wel nu een stuk minder, een stuk lager dan top. Dragonite gaat voor Thunder Punch. Ja, die kan Clefable wel incasseren. Nee, niet paralyzen! Zo vervelend! Niet doen! Oké, Moonblast, kill alsjeblieft die Dragonite. Nee, die is er ook nog. Ik heb wel het idee dat ik dit met Fairy-type Pokémon moet gaan fixen. Kom op, Grimmsnarl. Ik ga jou denk ik ook gewoon terrestrializen nu. Dan gaan we voor Play Rough op Sceptile om ook zijn attack omlaag te krijgen. Hopelijk lukt dat. Hopelijk gaat Clefable dit allemaal een beetje overleven. Oké, lekker Clefable. Ik had die defense ook even moeten boosten, blijkbaar. Blijkbaar had dat toch wel lekker geweest. Ben ik nou niet aan het terrestrializen? Ben ik er nou andersom aan doen? Ben ik nou Clefable? Ik ben helemaal niemand aan het terrestrializen. Oké, helemaal prima. Dragonite is weg. Oké, nu heb ik te maken met een Kingdra. Die kunnen we hebben, Clefable. Daar heb ik een full restore ding. Die wil ik even hebben voor Clefable, want anders gaat het fout. Oké, misschien ga ik dan toch maar niet terrestrializen. Oké, Clefable is er weer. Die is weer beschikbaar. Dragon Cheer, wat is dat nou weer? Ga je nou je Mattie boosten? Oh my god, Kingdra is nu volgens mij super sterk. Kingdra gaat voor Regendans. Oké. Had ik niet verwacht deze combo. Play Rough van Kingdra, bijna kapot. Oh, misschien is dit het moment om nog even een Pokémon te reviven. Ja, ik ga dan toch voor Lucario. Of zou ik voor Poliwag gaan? Poliwag kan meer klappen hebben. Nou, ik ga voor Lucario. Gaan we Kingdra slopen, let's go. Oh, ik hoop dat ik goed zit. Ook wel weer een lastige battle hoor, hé. Kingdra gaat voor Hydro Pump, maar Kingdra mist. Ja, het zit een keertje mee. Lekker. Ik krijg een X-Scissor op mijn hoofd. Oké, maar dat is helemaal prima. Kingdra is weg nu. Lekker dit. Oké, en dan de laatste Pokémon van Drayton. Arcaludon. Is dit de evolutie van Duraludon? Dat moet wel. Dat is een Steel-type. Steel Dragon. Dan heb ik Fighting nodig. Dan heb ik Lucario nodig. Ja, laten we eerst maar even proberen dan samen die Sceptile aan te pakken, denk ik. En dan zien we wel wat die gekke Arculodon gaat doen. Holy moly, wat is dit voor een gekke Pokémon? Wat heb jij een prachtige Pokéball ook trouwens. Ja, daar gaan we. Oh nee. Het gaat toch niet hier fout aan het einde. Het is nu een volledige Dragon-type geworden. In dat geval had ik gewoon mijn Fairy Moves moeten doen natuurlijk. Oké, Sceptile, die is wel klaar. Die kan niet zoveel meer. Ik denk dat ik misschien... Auw, toch moet focussen. Duraludon. Oké, een Moonblast voor Sceptile. Die overleeft dat. Oké, Glalie. Jij moet het even gaan fixen nu. Met een Blizzard, jongen. Een Blizzard hebben we nodig. 1 Blizzard die raakt. Alsjeblieft. Sceptile gaat voor Leaf Storm. Ja, daar verwacht ik niet zoveel meer van. Dat doet maar een paar procentjes damage. Flash Cannon gaat natuurlijk wel hard hitten, denk ik. Oh mijn god. Die gaat heel hard hitten. Maar dat betekent dat ik nu wel tijd heb voor mijn Blizzard. Raak hem alsjeblieft. Nee. Oké. Sceptile wordt niet geraakt. Arcaludon heeft ook veel te weinig damage. Oké, Lucario. Please. Be super snel. Wees super snel. Oh, ik kan ook nog terrestrializen. Zou ik dat gewoon doen? Dan ben ik ook gelijk af van die Steel-type moves die mij veel te hard hitten. Oké, op hoop van zegen. Hopelijk heeft Sceptile geen fighting move. Dan ben ik alsnog de Shaak misschien. Sceptile gaat voor Acrobatics. Oh, hij heeft geen fighting move. Lekker. Lucario, kom op met je Ice Punch. Oh, dat doet zo weinig. Waarom gaat hij niet kapot? Zijn defense gaat omhoog. Oh nee, ik ben zo bang voor deze Flash Cannon. Ik moet het met special moves doen, anders gaat hij niet meer kapot, deze tank. Screw you, ik heb ook Flash Cannon. Ik ga jou met mijn Flash Cannon kapot maken. Ja, doe maar Leaf Storm, succes ermee. Hier. Ik kill je met je eigen move. Flash Cannon, op jouw hoofd. Oh, bijna. Bijna, heel bijna. Kom on, Lucario. Overleef deze aanval. Alsjeblieft. Oh, Electro Shot, ja toch. Dat overleef je toch wel? Toch? Wat gebeurt er? De special attack gaat omhoog, maar dat boeit niet. Want mijn Flash Cannon gaat hem slopen. Ja, ga maar juichen voor je Duraludon. Of je Arcaludon. Of
Hoe die ook mag heten. Mijn Lucario gaat dit fixen. Mijn shiny Lucario, jongen. Wat een held. Wat een goede Pokémon is Lucario, toch? Ik dacht dat Alolan Ninetales dit ging doen, maar die werd alleen maar gesloten in deze battle. Die kon niks. Die werd een paar keer kapot gemaakt, ondanks een Max Revives. Dus klaar voor je, Sceptile. Je bent de last man standing. Maar jij kan niks doen tegen mijn Lucario. Woe! Jeetje. Wat een battle weer. Deze trainers snappen hoe Pokémon werkt voor het eerst in de geschiedenis van Pokémon games. Nou oké, Cynthia die snapte het ook wel. Drayton zegt, dat is waar ik het over had. Lekker gedaan, Rikachu. Nou, ik had iets te veel moeite naar mijn zin. Dit was geen mooie battle. Het was echt een beetje een vieze battle dit. Met max revives en full restores. En Drayton heeft in ieder geval wel een hoop lol gehad. En hij wist dat het de goede keuze was om mij uit te nodigen om de club te joinen, de League Club. En misschien moeten we je nou maar gewoon volledig lid maken. Nou ja, is goed. Let's go. We moeten even een fotootje maken. Nou, daar gaat Drayton sowieso van genieten. Kijk hem. Ja, Drayton is trots. Ja, leuke foto dit. Er is nog één ding wat ik moet doen. Ja, we moeten deze TM nog even aan je geven. Oh, hij gaat hem even halen, zijn TM. Welke TM ben je gaan halen? Waar lacht hij helemaal dan? Hij zegt, ja, maar je hebt ook iedereen verslagen. Je hebt iedereen van de Elite Four verslagen. Hier is jouw reward. Dragon Cheer. Hiermee heb je een hogere kans op critical hits. En vooral voor Dragon types werkt het blijkbaar goed. Oké, nou thanks. Ik weet niet of ik die move heel veel ga gebruiken. Maar je weet wat je nu moet doen toch, Rikachu? Je hebt alle Elite Four members verslagen. Dus nu mag jij Kieran gaan uitdagen. En daar is die. Kieran zegt, ja, je hebt me echt laten wachten. Het heeft een tijdje geduurd voordat je de Elite Four hebt verslagen. En tegen Drayton zegt hij, ja, je hebt hem echt heel erg zitten helpen de hele tijd. En Drayton zegt, ja, maar waarom zou je een nieuwe student niet helpen? Ik bedoel, dat is toch gewoon aardig? Maar Kieran zegt, wat je ook aan het plannen bent. Het komt nu tot een eind. Rikachu, laten we kijken wie het sterkst is van ons twee. Voor eens en voor altijd. Oké, Kieran. Het is tijd. De vraag van vandaag is, welk team moet ik voor Kieran gaan gebruiken? Laat het weten in de comments. Oh. Ik las sowieso van een van jullie dat ik Ogerpond in moest doen, omdat je dan een speciaal zinnetje krijgt wat Kieran gaat zeggen. Ben benieuwd. Nou, Drayton wil het gelijk allemaal gaan fixen. Ja, even rustig aan hoor. Ik moet even bijkomen van deze battle weer. In de volgende video is Kieran hopelijk de Sjaak. Dus doe nog een duimpje omhoog. Abonneer je als je van Nintendo houdt. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!